Meneer Baudard, ik wil u heel graag deze roman aanbieden, De Vliegenvanger van Ravelli. Ik ben vereerd. Ik ben dus benieuwd hoe de kerk eruit komt. Of het welwillend zal zijn, of dat er allerlei zaken in dagboeken zijn geschreven die dan wat je noemt dan weer niet zo ontzettend nodig zijn. Het motto van dit boek is: houd God voor ogen en je gulp gesloten. Dat lijkt me geen kerkelijk motto, want wij houden van het nageslacht. Maar u kunt er wel mee leven. Ik kan er wel mee leven. Het is een roman, maar wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. We hebben dagboeken geërfd van een oude monnik. En daarin heeft hij zijn levensverhaal opgetekend. We hebben hem ook nog gefilmd, dus we hebben ook nog filmmateriaal van hem. Zo heb ik hem ontmoet, als monnik. En dan sluit hij vrede met eigenlijk met zijn leven. Want alleen maar is zijn leven een zoektocht geweest naar geluk, naar liefde. Ook op zoek naar God, moet ik zeggen. En aan het eind van zijn leven komen al die lijnen bij elkaar. Want hij gaat dan uiteindelijk op zoek naar dat meisje uit zijn jeugd en de pater uit het seminarie. En hoe dat afloopt, ga ik natuurlijk niet vertellen.